De voorbereidingen voor de parade en het défilé in verband met de viering van 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid lopen gestaag. De verschillende gewapende machten hebben op donderdag 18 november 2021 een gezamenlijke oefening afgewerkt aan de Gravenbergstraat. Dit in aanloop naar de pre-generaal op zaterdag 20 november en de generale 3 dagen later. Wij spraken bij deze gelegenheid brigadier van politie Lothar Biervliet en operatiecommandant majoor Alfred Norden. Voorbereidingen, het zijn gezamenlijke voorbereidingen. Vandaag hebben we het gedaan met het Nationaal Leger en de andere gewapende diensten die onder het vaandel van de politie lopen. De voorbereidingen lopen vlot. Wat betreft de politie hebben we de mobiele eenheid, de arrestatieteam en de afdelingen. We praten niet over afdelingen, omdat u ziet politiemannen lopen. Dan zijn het verschillende afdelingen, verschillende resorten. Verschillende districten die we samen bijeengebracht hebben. En het zijn die politiemannen en vrouwen die meedoen. In totaal zijn er 14 groepen die meedoen. Ik had eerder aangehaald dat van de gewapende diensten, de douane, de collega's van de BBS en de collega's van de brandweer. Gezamenlijk 14. Er zijn uitdagingen. Als u daarnet mee had gelopen bij het Nationaal Leger, heeft men een wat als voorbereiding, wat zich op 25 gaat voordoen, afspelen, is men bezig geweest met dat heeft men dan net geprobeerd uit te voeren. En het is redelijk verlopen. Het verkeer, zoals ik eerder gezegd heb, we hebben de collega van de MSD die hun best doen om voor de wegomlegging. Wat we ook gaan doen, de mensen gaan een beetje moeten meewerken, want het verkeer gaat omgelegd worden en we zijn al een hele tijd bezig om dus aan te geven welke wegen omgelegd gaan worden. De weergave van de revidentie, dat komt gewoon heel goed uit. De pre-generale vindt plaats op zaterdag, dat is zaterdag aanstaande, dat is 20 november. En de generale is op dinsdag, dat is, als ik het goed heb, 23. Ja, dat vindt plaats op het Kerkplein. Zaterdag zijn we op het Kerkplein. En dinsdag zijn we in het politieacademie om daar weer te oefenen. Ja, we gaan in de buurt lopen. Ik denk dat we de mensen van Flora wederom met wat muziek gaan opfleuren en dan hebben we het gehad. We zijn nu in ons oefeningsschema. We hebben de eerste oefening gehad vandaag gezamenlijk bij de andere gewapende machten. Op zaterdag hebben we dan de pre-generale repetitie. Op dinsdag de generale. En donderdag hebben we dan de uitvoering. Van de Nationaal Leger doen we met alle eenheden mee. Zoals we hebben het logistiek bataljon, het infanteriebataljon, we hebben de luchtmacht, we hebben de marine, we hebben de militaire politie en we hebben het korps speciale troepen. In totaal zijn dat 7 troepen die mee gaan doen. Nee, het zijn normaal doen we elk jaar mee met dezelfde eenheden. De enige uitdaging die we nu hebben is het rolmateriaal van de Nationaal Leger klaar te hebben voor de dag van uitvoering. En dat is op 25 november. 25 november.